Politie-inspecteur Rivelino Eyck is gisteren door minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie opgedragen zich te verwijderen uit de Anthony Nesty Sporthal. Eyck staat versteld van de berichten op social media waarin zijn naam wordt genoemd. Hij benadrukt dat hij zijn werk naar eer en geweten heeft gedaan en dat hij er simpelweg alleen voor de ordehandhaving was en niet voor andere dingen. Ik ging ervan uit dat daarmee de koos af was. Maar tot mijn grote verbazing zag ik vanmorgen een heel ander verhaal op social media waarbij mijn naam genoemd werd. Alsof ik stukken zou hebben weggemoffeld, dozen zou hebben weggebracht. En dat die stukken in zwarte zakken zouden zijn geplaatst en in een auto zou zijn gezet op het terrein bestuurd door meneer Walter Boutersen. En dat hij met hoge snelheid zou zijn weggereden. Laat me er dit van zeggen hoor, ik ken die hele meneer Walter Boutersen niet eens hoor. Ik heb hem een keer een foto van hem gezien ergens op Facebook. Nooit gezien hier op het terrein, ik weet niet van waar men het met het verhaal kwam. Ja, maar ik vind dat natuurlijk, om het een beetje zo zacht mogelijk te zeggen hoor. Enerzijds zorgwekkend, maar ook weer belachelijk. Maar anderzijds zeer betreurenswaardig, omdat mijn naam zomaar in deze zwart wordt gemaakt. Dat alsof ik medeplichtig ben of zo hebben geholpen om stukken weg te moffelen of om het een beetje ruw te zeggen, zo hebben helpen frauderen. Ik weet er niets van hoor. En ja, de mensen die hier waren, het was live. Ze hebben het live gefilmd. Het was op Facebook, dus men kan de beelden natrekken. Eyck geeft aan dat hij slechts de juiste toedracht heeft verteld en dat hij niet snapt waarom mensen valse berichten plaatsen op social media. Mijn deel of ons deel, de politie, is het verlenen van bijstand en ordehandhaving. Maar alle overige zaken, de procedure met betrekking tot het proces van tellen en afwerken van processen verbaal, dat valt allemaal buiten de competentie van de politie. En wij werken slechts in opdracht van de DC wanneer hij de bijstand nodig heeft van de politie. Dat is alles wat er is gebeurd. Ja, oké, want u heeft gehoord dat men eigenlijk aangeeft dat de politie wordt gebruikt, zeg maar, in het proces. U vertegenwoordigt op dat moment de politie. Ja, als hangt er vanaf natuurlijk wat u bedoelt met gebruiken. Met gebruiken bedoelen we dus in elk geval de bewaking hier zo van de documenten. Wij zijn hier voor de bewaking. 1, 2, ordehandhaving. Maar het verdienen van bijstand. Maar daarnaast zijn er ook andere instanties hier zo, hoor, die het proces helpen bewaken. Ja, je hebt internationale waarnemers hier, je hebt nationale waarnemers hier. Je hebt het platform, het anti-fraude platform heb je hier. Je hebt mensen van het onafhankelijk kiesbureau hier. Dus ik weet niet waarom men dat allemaal denkt, dat deze waarborgen voor een veilig verloop van die telling en dat soort zaken van het geheel proces, dat in het geding zou zijn. Politie-inspecteur Rivelino Eyck. Hij moest gisteren in opdracht van minister Getrouw het NIS verlaten. De collega-officieren van Eyck hebben hun misnoegen geuit over de manier waarop de minister te werk is gegaan. Het beeldmateriaal is afkomstig van de STVS.